Kijk, hier hebben ze katten in de dierentuin. Hoe grappig is dat? Kijk dat. Ik denk zo, hier kan ik ook mooi van alles zien. Wordt hij goed bekeken. En verder zit hier niks in. Het is echt allemaal mooi. We gaan naar beneden en dan ga je naar zwemmen. Prachtige vissen. Ja, ja. Ja. Het is echt allemaal waanzinnig mooi. Heel waterspreepark. Het is echt... Moet je je voet in het water stoppen? Het is lekker warm, joh. Mooi, hè? Je weet niet wat je ziet, jongen, hier. Je weet niet wat je ziet. Hier kan je surfen heen, dan kan je leren surfen. Het is een floaty river, kan je met een plankje kan je leren surfen. Echt zand. Echt zand en een golfslagbad. En rotsen met water. Man, dit is één van de glijbanenparken. Hier zo. Het is echt gigantisch. Kijk, waar komen ze eruit? Volgens mij hebben ze nu deze. We zijn hier boven, zijn ze erin gegaan. Hoe komen ze daar eruit? Oh, kijk, daar zie ik boven Bas al ergens. Wacht. Hier zijn ze, geen handje. Het zijn de mini-slides en ja, er zijn zoveel, verschrikkelijk veel glijbanen. Ik heb nog nooit zoveel glijbanen gezien. Heden is een knuffeldiertje aan het maken. Lukt het, Heden? Ja. Ja? Is het leuk werk? Niet zo. Je moet het er allemaal in proppen, hè? Kijk, zo maken ze knuffeldiertjes, Heden. Zie je dat? Op je eigen knuffel. En dan moet er, als hij helemaal klaar is en volgestopt is, dan moet je hem naar die mevrouw brengen daar zo meteen. En zij gaat het dan voor je dichtnaaien. Leuk, hè? Nou, we hebben de hele dag even aan het zwembad gezeten, hè? Heerlijk, als zwembaden. En 100.000 glijbanen. En papa is al een beetje verkleurd. Hi, pap. Ja, ben ik een beetje verkleurd. Ja, je bent zeker al verkleurd. Kijk, onze eerste dag, dat gaat wel goed, hè? Ha, we zijn al bruin geworden. De tweede dag. Nou, gisteren kwamen we aan met het vliegtuig, dus dat telt even niet mee. Wow. Hier worden alle kinderactiviteiten gehouden. Echt prachtig hier, hoor. Dat is niet normaal. Met een strikje naar voren toch, Heden? Andere kant op. Jee. Wat is het? Een diva. Een divatje? Goed zo. Oh. Ja, mooi. Zo lief. Helemaal zelf gemaakt, hè? Cool hoor, Heden. Leuk gedaan, maatje. Daar zit mijn grote Binkhoor. Wat een mooie auto heb je. Maar hier is een Rolls Royce, hè? Ja. Dadelijk heb je een echte, jongen. Je hebt het trouwens al. Je hebt al een echte Rolls. Vet! Kijk, dit is wel echt super leuk, hè? Dus als de kinderen geen zin meer hebben om te wandelen, dan kan je gewoon zo'n karretje aanschaffen. Helemaal top, man. En kijk, kan je karretje duwen? Kan je boodschappen ingooien? Helemaal toppie. Die shoppen die je hier hebt. Niet dan? Hè? Groentje beer. Mama, hoor! Nou, doet hij het niet meer. Ah, er zit geluid in, Heden! Vroom, vroom doet hij! Vroom, vroom! Vroom, vroom! Vroom, vroom! Vroom, Heden, doe jij nog eens? Hoe doe jij het? Vroom! Ja, ja,
dat kan ik niet laten. Waar gaan we heen? Want het is hier echt niet normaal groot meer. Ze hebben hier een shoppingcenter waar je niet goed van wordt aan het hotel vast, jongens. Met de mooiste winkels. Ja. Mijn hart en lust shoppen. Het is hier zo leuk in Turkije. Ik ga hier gewoon wonen. Waarom niet? Gewoon wonen. Dat doe ik in Nederland, jongens. Ja? Heb ik een gordel nodig, ja of nee? Ja, je hebt een gordel nodig, want je gaat te hard. Hé, hey, hoor! Doe de deur ook open, man. Wacht. Ja? Doe de deur eens open dan. Bunny. Zit ook muziek in, jongens. We hebben radio. We hebben zelfs ledverlichting binnen. Oh, jij bent wel echt vette de vriemel, hè? Hoorden jullie dat? Vroom, vroom! Jee, jee, jee. Wat is het gezellig. Kijk, ik ben al een beetje bruin geworden. Mijn eerste dacht ik van ja, wat voel het allemaal in mijn gezicht, jongens. Het is een vliegtuig. Het trekt wel lekker, weet je wel. Ik loop mijn deur en al open. Loop mijn deur en al open. Oh nee, je valt er dadelijk uit. Kijk uit, hoor. Het is zo lekker als je weer een beetje kleur op je gezicht hebt. Hè? Jij bent ook al een beetje verbrand, hè? Ja, ik ben al een beetje bruin geworden. Ja, een beetje, hè? Kijk, alles staat beter, hè, met het kleurtje. Ja. Ik heb wel heel veel gegeten, kijk. Ik heb zelfs een klein buikje ervan gekregen. Heel klein beetje buik. En mijn riem zit er strak. Ik heb alweer een knoopje losser moeten maken. Kijk, ik kan bijna mijn vinger er niet tussen stoppen. Zo strak zit hij. Ze hebben weer zoveel eten. Dit is veel te veel. Ik zou afvallen. Ja? Gelukt natuurlijk gewoon niet meer, hè? Oh, het is hier zo gezellig. Het is lekker weer. Het is sterker volgens mij nu nog 24 graden. In de avond natuurlijk. En we hebben hier al mijn shows. Wat wil je laten zien? Wat wil je laten zien? Doe die kant op. Oh, oh, oh. Hier reed bijna zo de winkel in. En hier hebben ze ook mijn lievelingswinkel. Dat is een Turks merk. Helemaal gek. Jitsia heet het. Ik hoop dat het nog net zo leuk is als wat een aantal jaar geleden was. Dat was vroeger dus mijn lievelingsmerk. Maar ik ga eventjes kijken straks even die winkel in. Of het nog net zo leuk is. En ik zat filmen. En dan weten jullie ook wat ik leuk vind. Dus doei! Tot straks! Het is echt gewoon super mooi. Kijk, hier heb je dus bootjes. Net als in Venetië. En dan kan je met het bootje, en dat is ook als je dus all inclusief bij het hotel zit, kun je daar dus ook ja, all inclusief gebruik van maken. Heel leuk. Kijk hoe schattig. Ach, en de Sharadas, jongens, de Sharadas dansen. Ja, kijk hoe mooi. Allerlei soorten verschillende bootjes, zien er echt super leuk uit. En dan kun je varen hier over het kanaal eentje. En, we gaan natuurlijk weer naar een winkel die ze in Nederland ook hebben. Hoe verzin je het? Nike, Puma, Lacoste, als het maar weer sneakers zijn. Oh. Maar hier hebben ze natuurlijk wel weer ander soort sneakers als bij ons in Nederland, hè? Kijk, bijvoorbeeld dit rare ding, maar ja, eigenlijk best een grappige schoen. Vind je nou niet? Maar ze hebben hier wel weer exclusievere dingen als wat we bij ons hebben. Maar ja. Sneaker winkel. Zoveel sneaker. Nou, kijken. Ah, voor de kleintjes. Nou, de klein is niet voor mij al bijna niet meer. Gaat veel te hard. Ach, kijk dit dan. Ze hebben hier zelfs een tattoo winkel, of een tattoo shop, in de sneaker store. Hoe cool is dat? Wat grappig, joh. Biggest tattoo company worldwide. Oké. Maar wat leuk, joh. Ja, nou hoef ik geen tatoeage, maar het is toch wel grappig dat het in een sneaker store zit. En hier zie je nog eens ander soort dingen in een winkel. Grappig, hè? Ga geen tattoo zetten hoor, je hebt toch genoeg. Basketballen hier binnen. Heden! Wat grappig joh. Hier kan je gewoon basketballen, wat leuk. Wat leuk. Kijk dan
verstopte dingen? Nee, geen idee. Oké, nou. En hier, DJ. Yay! Kijk wat een leuke restaurantjes allemaal. Overal die hele leuke gezellige restaurantjes. En het is zo lekker weer, dus je kan gewoon lekker zonder jas buiten zitten en lopen. Het is toch wel helemaal te romantisch, hè? Ja, helemaal super. Wat zit hier achter dan? Wat is dit? Marine Art? Oh ja, iets met kunst of zo. Een kunsthal of zo zit hier ook. Ja. Sommige kunst denk ik echt van, hoe verzinnen ze het in godsnaam? Maar dat noemen ze dan kunst. Nee, het zal wel. Ik zie hier al zien de oog. Heel wat ogen. Kijk eens. Nou, lekker dan. Eens even kijken. Kijk, dit is dan het kanaaltje. En daar ga je dan met het gondeltje doorheen. Nou, hoe romantisch is dat? Hoe romantisch is dat? Daar hebben ze het ook al heel erg gezellig. De muziek en de charadas en met z'n allen aan het dansen daar. Leuk, hè? En hier is alles gewoon tot 12 uur 's avonds. Nou, soms tot middernacht gewoon open. Hoe leuk is dat allemaal? Dus ze hebben hier een hele bootparade en een show, weet ik het veel wat allemaal. Nog niet gezien, want ja, we zijn er net voor de tweede dag. En ja, je loopt hier wel helemaal het lablazers. Dus als je je stappenteller aanzet, dan heb je heel wat stappen gezet. Ja, dat eten wat je net gegeten hebt, kijk er zo wel weer aflopen. Dat scheelt. Maar echt, we hebben alleen nog maar het waterpark gezien. Nou, dat was al gigantisch groot. Je moet hier niet voor je alleen maar je rust komen. Want je loopt je, wat ik zeg, al helemaal het lablazers. Maar we hebben niet eens het themapark gezien, want je hebt ook nog een pretpark. Eens even kijken hoor. Dit. De dingen hier op te kopen is niet goedkoop. Ik was even bij die Jordan winkel. En ja? Een paar Jordans kost 2000 dirham. Dus dat is 100... 20, 130 euro. Dus dat is een beetje hetzelfde als bij ons. Dat is niet heel, heel goedkoop of wat dan ook. Een beetje dezelfde prijs hier. Ja. Tenminste in die winkel dan, hè? Ja, maar dit zijn dus de originele winkels, hè? Ja. De originele winkels. Ja, maar ja. Soms denk je wel eens dat in het buitenland andere prijzen zijn, maar dat is tegenwoordig volgens mij niet meer. Vroeger had je dat wel. Ik denk het ook. Ik denk ook niet dat het. Maar ik denk omdat je vroeger kon je natuurlijk ook niet online bestellen en zo. Dus toen had je nog wel eens prijsverschil. Tegenwoordig kan je gewoon online bestellen. Ik weet niet hoe het voor de rest hier is op sommige dingen. Maar met die schoenen, dat was niet... Natuurlijk scheelt nog steeds wel iets hoor. Maar ze hebben ook wel een beetje special edition soms. Ja, ze hebben wel een hele andere Jordans. En ik moet zeggen, het scheelt wel iets. Want een paar Jordans kost bij ons denk ik 150, 160 euro. Oh, dus het scheelt wel iets. Het scheelt wel iets. Ja, dat is toch leuk om te weten, ja toch? Ook altijd voor de koopjes, dat is toch het leukste van, hè? Dat je denkt, zo, hier heb ik eens eventjes... Even goedkoop gescoord. Daar heb je Gizia. Ja, Gizia. Even kijken of die nog steeds zo leuk is. Ik hou van die winkel. Kijk jongens, hoe romantisch. Leuk, hè? Het is net Amsterdam. Ik ben blij dat ik er nu even weg ben. Ja, weet het. Maar toch met die grachtjes en die tunneltjes, hoe heet het, die dingen... Dat is toch best leuk. Je raakt hier niet naar wiet, of stront, en weet ik allemaal. Maar voor de rest net Amsterdam. Ja. Oh, nou ja, ik heb het even over die kanaaltjes, Bas. Ja, ik ook. Ja, even naar binnen hier. Dit is mijn winkel. Pizza. Gisteren mochten we niet, maar nu is het hele in de kar. Dus nu mag ja, nu is hij stil. Als hij maar tevreden is, jongens, dan heb je geen rust. Ik zie wat leuks. Wat een leuk geel pakje. En met een rokje, oh, brokbroekje. Nou. Ja, ziet er leuk uit. En dit dan? Zie ik ook wel leuk uit. Wat is dit? Oh, even kijken hoor. Oh. Is toch ook best leuk, hè? Ja, kost het? Oh ja, de prijs, ook belangrijk. Even kijken naar de prezio. El prezio. 2400. Dat valt mee. Dat is net geen 200, toch? Ja. Dat is alleen de broek. Nee, hoezo? Dat is alleen de broek. Het lijkt me toch wel een setje. Verrek, zijn twee prijzen. Echt, verdemme. Dat vind ik duur.
twee prijzen? Ja hoor, 3100. Dus het is 5. 5 meier bij elkaar. Ik kom wel in de uitverkoop. 5 meier bij elkaar. 5000 dirham. Nou, dat vind ik het dan ook net niet waard. Heb ik wel leukere dingen gezien voor 500. Maar het is wel leuk om even te kijken. Even kijken hoor. Eens even koekloeren. Leuke dingen. Leuke dingen, leuke dingen, leuke dingen. Oh, heel leuk. Ja, leuke jasjes. Echt superleuk. Nou, het valt mee. Het valt allemaal mee. Er zitten wel leuke dingetjes tussen, maar nee, het is nou niet dat ik zeg wauw. Wauw, wauw heb ik nog niet gezien. De wow factor nog niet gezien, hoor. Even kijken. Oh, wat een leuke tas. Was dat? Was je me nou? Oh, kijk wat leuk. Nou draag ik bijna niet meer van die tassen. Ja, het is wel leuk voor het strand. Heel leuk uit. En ik vind het allemaal zo zwaar. Weet je, hoe groter die tas, hoe meer erin gaat. Hè? En hij gaat helemaal vol hè, bij vrouwen. Het is echt te erg. Gewoon. En wat erin zit, geloof me, er zit niks nooit in soep in. Zakdoeken om je neus te snijden. Zakdoeken? Ach, pas. Zakdoeken om je neus te snijden. Dat zijn geen zakdoeken, dat zijn sjaaltjes. Oh, dat is zakdoeken. Zakdoeken. Hij is lekker modebewust, hè? Ik vond het als een grote zakdoek. Wat een modebewuste man, hè? Mijn groene kikkertje. Kwaak. Altijd, dit was sjaaltje. Nee, dit was ook net sjaaltje. Ja, wat grotere sjaaltjes. Oh, diadeem, hele kroon. Oh, die is wel leuk. Ik hou van glitter, hè. Alles maar blinkt. Als het maar blinkt. Ik hou van bling bling. Even kijken. Blingedy blingedy blingy. Kijk, de avondjurkenafdeling. Die ken je zoals Jomanda door. Maar ja, wanneer moet je dat nou in Nederland aan? Even serieus. Mensen komen tegenwoordig gewoon in hun werkkleding op een feestje. Die doen helemaal niks meer aan hunzelf. Waarom? Ik moet hier wonen. Ik heet tenminste nog een avondjurk aan. Ik heb mijn mooie hakjes eronder. Mooie juweeltjes allemaal. Ja. Hoe leuk is dat? Kijk hoe leuk. Lekker fonteintjes. Het is een prachtig park, hè? Daarachter is ons hotel. Daar, zeg maar. De show. Die show. 9:30 of zo? Ze zitten hier al klaar? Niet? Moet ik even kijken? Kijk, dit is het gehele park. Zo groot is het. Wij lopen nu ergens eventjes kijken. Hier. Hier lopen wij. En... dit is het gehele waterpark en hier heb je nog dan een grote themapark. Echt gigantisch. Schoenen. Oh, leuke schoenen. Hoop ik. Even kijken. Leuke sneakertjes voor hier, hè? Kijk eens wat leuk, Bas. Die vind ik wel leuk. En wat moet dat nou kosten? Versace. 8.8100. Oké, dus even afgerond is dat iets meer dan 800 euro. Even laten de kans. Nee, even minder, 500 of zo. 1800 is 100 euro. Ja, dus 36 is 200, dus 72 is 400. Ja, dat is wel 500. Ja, oké. Zijn er ook nog leuke hakken? Zit het? Mooie sleehakjes. Mooie sleehakjes. Nou, nee. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van aparte dingen, hè. Als het maar glittert. Maar ja, die zijn ook wel leuk. Maar het is nog niet de wow factor. Nog niet de aparte de Vrimon. Ik zoek de wow factor. Wat gaat er gebeuren? Er komt een show. Wat voor show, jongens? Ik weet het niet.
weet het niet. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ook niet. In het water, zag je dat?
Wat hebben ze voor boek in hun handen? Ze zijn uit een magisch geheim boek aan het lezen, heden. De kerkklokken gaan af. Oh, dat is geen goed teken. What's going to happen? What's gebeurd is sir? Hey. Mevrouw de Zwaan of mevrouw Pauwtje weer. Waar zijn we? In Antalya. Antalya! Ja, Old Marine. Old Marine, toch? Old Marina. Old Marine. De marina is de haven, toch? Ja. Nou, eens even kijken. Even een uitstapje. Want in Belek is weinig te beleven, behalve dan het hotel. Dus eventjes rondkijken wat er nog meer is. Antalya is ongeveer zo'n 40 minuutjes met de taxi. Het ziet er grappig uit, al die kleine huisjes. Yo. En daarachter heb je de haven ergens. Hoe komen we daar dan? Ik heb wel naar beneden, denk ik. Oh, heerlijk. Als je palmbomen ziet, word je zo blij. Nou. Yo. Oké, daar moet de lira's in. We zijn hier dus bij Old Town. Ja, ziet er ook wel old uit. Ik vind het wel leuk juist, ik hou daar wel van. Hè? Het traditionele. Leuk hoor. Lijkt een beetje op Puerto Banús, maar dan anders. Oh. Oké. Daarachter kan je ook lopend. Ja, een hele grote piratenhoofd. Zie je niet die rode vlag hier? Er zit nog een piratenboot aan. Heel veel katjes, echt niet normaal. Kijk, hier is een mammaatje met een kitten. Oh, en dat was volgens mij net de papa die daarboven stond. Dat denk ik ook. Hè. Kijk. Die staat op de uitkijker, het voedsel aan. Echt zo schattig. Katjes aan het drinken, zie je dat? Oh. Kijk dan, dat is net een pantetje. Wat lief. Kijk, ik hou hier wel van. Het is net Spanje. Al die kleine smalle straatjes. En dan die winkeltjes tussendoor. Ik vind dat helemaal top. Vind ik zo gezellig. Ja, dat is gezellig toch? Zeker weten. Heel apart zie je nergens. Nee. Ja, Spanje heeft het ook. Ja, maar ik bedoel dat hier. Nee, precies. Leuk hè? Nou, hier gaan we lekker winkelen. Nou, hier zijn we bij de marina. Mooie bootjes rijden. Ze hebben hier vooral een hoop verhuurbootjes. Allemaal hout, hè? Ja, veel wel, ja. Het ziet er natuurlijk ook wel schattig uit. Ijskreet. Het is veel dagtochten. How much? No, euro, euro. Euro, 2 euro, 3 euro. Nou, gezellig. En 1 bol, 1 euro. Heerlijk. Mooi weer. 25 graden, gewoon lekker wandelweer, niet te heet, helemaal top. Oké. Okay. Hey. Ijs, ijskreem, keukenijs, auw. Hey. Oké. Hoppa. Dat is zo leuk van de Turkse mensen hier, de Turkse ijs. Zo grappig. Waar is het horentje nou? Acrobatiek hier. Te grappig. Te leuk. Heden, dat was grappig, hè? Hoe doet hij dat nou, hè? Heden? Oké. Dus jullie erin, mensen. Ciao. Nou, mama, waar zit je? Een beetje papier. Kijk. Klein beetje maar, hoor. Heel diep.
Mooi. Dit is het oude marine gedeelte. Supermooi. Kijk eens wat leuk. Leuke straatjes. Ik vind het zo schattig, die kleine straatjes allemaal. Oh, wat ligt hier lief, hè? Helemaal in elkaar. Lekker cool bij de ingang. Show vanuit onze hotelkamer. Kijk hoe heerlijk is dit. Net Las Vegas, dat ik op het bankje lag. Ja. Ja. Rustig even, deze fonteintjes. Dat is natuurlijk, het is wel diep, want anders kun je niet duiken met ze. We gaan met ze zwemmen en duiken. Ik heb er zin in. Maar ik weet niet of ik kan duiken, omdat... Nou, we zien het wel. Heden? Nou, mama, wat ga je doen? Ja, met dolfijnen zwemmen. We gaan met dolfijnen zwemmen. Ik ook! Ik heb nog nooit met dolfijnen gezwommen. Dus, we gaan het meemaken, Heden. Daarachter in de bak zitten ze al. Nou, daar gaan ze hoor, het water in. Ja, dan moet je maar even doorbijten. Nu mama, bij de dolfijn hoor. En wat is dit dan? Een
tweede ronde. Nou gaat Flipper op zijn rug liggen als het goed is. Dan moeten ze allebei zijn vinnetjes bij vasthouden. Hij zegt ja, hij is het ermee eens. Nou, daar gaat mama. Heden, hoe was het? Leuk. Ja? Het was super. Ja? Ja. Heden, wat zei je net? Ik wil nog een keer. Wil je nog een keer? Vond je het zo leuk? Ja? Hey, jullie gingen hard, hè? Ja. Wat vond je leuker? Toen hij op zijn rug ging, dat je twee handjes moest vasthouden? Of toen je maar aan zijn fin moest vasthouden? Fin. Aan de fin? En toen ging hij nog harder, hè? Ik kan niet kiezen. Dolfijn was een jongetje en hij had 3 jaar oud, dus ze is nog een baby, moet nog alles leren. En ze kunnen ongeveer tussen de 84 en 160 tandjes krijgen. Zo. Zo'n iets. In ieder geval hoogtandjes, ze kunnen in gevangenschap kunnen ze tussen de 45 à 60 jaar worden. En in de natuur ongeveer tussen de 20 en 30 jaar. En wat zei hij nog meer? Oh ja, je kon zien. Oh, wanneer was dit een jongetje van meisje? Ja. Hoe kon je dat zien dan? Eén streep. En als de meisje is dan? En waar heb je die streep dan? Sneek, hè? Oh. Ze is een pim in verborgen, hè? Ja. Wow. Ja. En ze halen adem net als mensen, dus het is niet een echte vis. Hè? Want ze komen dus altijd naar boven als ze ademen willen. En wat zijn je dan nog meer? Ja, ze krijgen babytjes net als mensen, dus ze zijn zoogdieren. En ze krijgen ook melk, net als mensen. Wat leuk, hè? Ja, hè? Dus bij die sneetje, zeg maar, daar zit dan ook waar ze melk kunnen zuigen, zeg maar. Lief, hè? Dus dat was een hele ervaring. Ja, ze zijn super intelligent. Ze zijn intelligenter als mensen. Nou ja, wij gebruiken natuurlijk niet zo heel veel hersencapaciteit. Dus zo makkelijk ingehaald bij de mensen tegenwoordig. Maar ze zijn heel intelligent. Hè? Ze kunnen heel veel leren. En wat hebben we nog meer geleerd? En leven ze in koud of warm water? Het is koud water, hè? Zout. Ja, is het ook zout? Ja, heel zout. Cool. Ja. Nou, super, hè? En vond je het spannend dat we gingen zwemmen? Nee, jij vond het niet eng, hè? Nee, je deed het meteen een hup vastpakken. Je wist meteen dat het moest, hè? Nee, je wilde niet meer schoppen. Hij was helemaal teleurgesteld dat we al gevaar waren. Ja, dan is het een half uurtje snel, hè? Ja, dat vliegt voorbij dan, Heden. Ja. Nu doen 5, 7, 2. Ja. Nee, die is ook afgelopen, hoor. We willen meer.
Nou, dan moeten we maar een eigen dolfijn nemen, of niet? Ja, eigenlijk wel, hè. Achter in de tuin, toch, Heden? Eigen poeltje bouwen. Oké. Okay. Zeg maar.